Het is vandaag 8 maart, de Internationale Dag van de Vrouw. In dit kader hebben verschillende organisaties extra aandacht besteed aan de positie van de vrouw. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft de vrouwelijke medewerkers in de bloemetjes gezet. Ook heeft minister Ferdinand Welzijn aandacht besteed aan enkele vrouwen die uit het bedrijfsleven die technische beroepen uitoefenen en die op het gebied van ICT, hoger onderwijs en industrie bijzondere prestaties leveren. Na het voorlezen van het gedicht van een sterke versus een krachtige vrouw ging stafmedewerker Marijke Bagou in op het ontstaan van de Internationale Dag van de Vrouw. Een sterke vrouw is nergens bang voor, maar een krachtige vrouw toont moed te midden van haar angst. Eén sterke vrouw laat niemand de betere van haar zijn, maar een krachtige vrouw geeft het beste van haarzelf aan een ieder. In 1922 werd op 8 maart een vaste datum gekozen. Dus, en Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Het thema voor dit jaar is Women in Changing World of Work Planet 50-50 by 2030. Hiermee wenst men de gendergelijkheid verder te ontwikkelen en te versnellen. Vrouwen zijn pijlers van standvastigheid in alle samenlevingen, dus ook in Suriname. Ze vervullen verschillende rollen zoals die van moeder, dochter, partner, leider en soms ook als raadgever. Het thema Women in Changing World of Work is zeer actueel voor ons. Daarom dienen niet alleen vrouwen in partnerschappen te werken, maar zowel de mannen en vrouwen. De directeur van het ministerie, Reine Raveles, riep haar vrouwelijke collega's op elkaar vandaag een extra compliment te geven. Zij gaf de dames mee dat zij er op de werkvloer voor elkaar moeten zijn. Minister Welzijn benadrukte dat het ministerie ervoor moet zorgen dat het land verdient. Dit kan worden bewerkstelligd door hard te werken. Daarom heeft de bewindsman extra aandacht besteed aan de vrouwelijke ondernemers. De vrouwelijke ondernemers dienen die drijfveer te brengen, dienen inspiratie te geven aan de mannen. Omdat, ik zei het al, ondernemen in deze tijd is niet gemakkelijk. Maar vrouw zijn en ondernemen, dat is tof. Wij hebben productie nodig, we moeten vooruit komen. We moeten geld verdienen en elke medewerker, zowel mannen als vrouwen, maar in het bijzonder de vrouwen, vraag ik van deze plaats uit om vanaf dit moment, ieder moment te denken, hoe kan ik mijn werk zo goed doen, zo beter doen, dat ik een bijdrage lever aan de verhoging van de productie. Minister Ferdinand Welzijn van HINT, die vandaag in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw de vrouwen van het ministerie in de bloemetjes heeft gezet.